Het is Week van de Pleegzorg en het doel is eigenlijk om altijd zoveel mogelijk pleegouders te vinden die voor kinderen willen zorgen. En in deze week hebben we daar extra aandacht voor. De afgelopen jaren is er een afname van het aantal nieuwe pleeggezinnen, terwijl deze nog steeds hard nodig zijn. Het aantal pleeggezinnen dat we moeten vinden, daar zit de grote uitdaging, dat er genoeg mensen zich opgeven. En tegenwoordig zitten we toch veel meer de focus te hebben op het kindgericht werven. En dat betekent dat er dus een vraag komt er binnen voor een gezin bij een kind. En dat we dan toch in de eigen omgeving van het kind gaan kijken. Want zo thuis mogelijk, in de eigen omgeving, dat is belangrijk dat we daar iets vinden. Zodat een kind in een eigen school kan blijven, bij de eigen club, bij de eigen vriendjes. Vandaag kregen de groep 8 leerlingen van basisschool Brakkestein voorlichting over dit thema. We hebben daar een quiz gedaan om ook aan kinderen in de klas te vragen van, denk je nou dat een pleegkind, dat je dat aan de buitenkant kan zien? Maar het blijkt dus gewoon dat het gaat om kinderen die een plek hebben gehad waarin ze opgroeiden. Wat niet veilig is of niet fijn is of waar echt veel aan de hand is. Dus het zijn gewoon kinderen zoals jij in deze klas. En dat was eigenlijk de belangrijkste boodschap. Pleegopa Ted en pleegmoeder Sandra hebben beide 2 pleegkinderen en bieden voor hen een veilige omgeving. Vandaag waren zij in de klas aanwezig om alle vragen van de leerlingen te beantwoorden. Bij ons in het gezin, al zijn we een pleeggezin en komen de kinderen niet uit mijn buik, hebben ze gewoon een fijne omgeving, een fijn huis, veel speelgoed, we hebben leuke uitjes. En ja, meestal hebben we geen ruzie en gebeuren er gewoon fijne dingen en maken we er een leuke tijd van met elkaar. Het gaat er natuurlijk om dus dat ze weten dus dat er altijd 2 mensen sowieso klaarstaan. En in het netwerk hebben we ook heel veel mensen. Dat vertrouwen, dat hebben ze gewoon. Nou, ik ben heel erg blij met deze campagne, want het is belangrijk dat kinderen in een zo normaal mogelijke omgeving opgroeien. En de campagne heeft de slogan gekregen, jouw liefde maakt het verschil. En dat wil ik eigenlijk tegen iedereen zeggen in Nijmegen. Jouw liefde kan het verschil maken, dus geef je op als pleeghouder.